koekenweek op de panda. En nou, het ziet er al meteen, het is al meteen een feestje. Wat voor boek ben jij aan het lezen? Superjuffie. En waar gaat het over? Zij redt dieren. Houdt ze van dieren? Ja. En wat doet ze daar dan mee? Gaat ze ze redden of... Redden. En is jouw juf ook een superjuffie? Nee. Ja. Waarom is het zo belangrijk, die kinderboekenweek, en dat kinderen lezen? Nou ja, lezen is gewoon heel erg belangrijk, want je leert er heel veel van. En het is gewoon heel leuk. Wij gaan nu ook zo meteen lekker lezen. Wat zijn jouw favoriete boeken? De koningin leert smakken. De koningin leert smakken? Nou, dat zie ik ons koningin nog niet doen. Maar vertel eens, waar gaat het over? Dat een jongetje niet mee mag naar de koningin. En dan gaat zijn zus smakken. En dan heeft de koningin dat nog niet geleerd. Dan moet die jongetje toch komen. Hij huilt. Wat is er met hem aan de hand? Omdat hij niet mee mag naar het koningin. Lees jij liever met plaatjes of gewoon echt een verhaal? Liever met plaatjes. Dat maakt het spannender, hè? Dan zie je het een beetje. Ja. Er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar lezen en wat dat oplevert voor kinderen. En kinderen doen ontzettend hun best, ook hier op school, om meer woordenschat te leren. Hoe beter je woordenschat is, hoe groter je woordenschat is, hoe makkelijker het straks is om te begrijpen wat je leest. En hoe beter je begrijpt wat je leest, hoe makkelijker het wordt op school om gewoon je lessen goed te kunnen doen. En daarom is woordenschat heel erg belangrijk. En nou is het dus onderzocht dat als kinderen een kwartiertje per dag lezen, dat ze dan ongeveer 1 miljoen woorden onder ogen krijgen. En van die 1 miljoen woorden leren ze ongeveer 1000 nieuwe woorden erbij. En nou, als je even weet bijvoorbeeld dat als je nu op school 10 nieuwe woorden per week zou leren, dat is dus ongeveer 400, 500 woorden per jaar. Dus zonder dat je er moeite voor doet, als je gewoon lekker aan het lezen bent, een kwartiertje per dag, leer je 2 keer zoveel woorden erbij, zomaar gratis en voor niks. Said leest de hele avond, totdat het te donker wordt. We hebben het niet over dat lezen altijd alleen maar moet, maar het is ook gewoon heel lekker om te lezen. En waarom het nu extra belangrijk is in de kinderboekenweek, dat lied van Hallo Wereld, dat is een actie voor kinderen in arme landen die geen boeken hebben. Dus My Book Buddy, die verzamelen geld, dan maken ze kasten voor een school en die vullen ze met boeken. En dan kunnen die kinderen ook lezen. En wat houdt het in? En het houdt in, Kieslen, kan jij dat even vertellen? Want jij kan het altijd zo heel goed vertellen. We gaan veel lezen en dan gaan we ook geld vragen voor elk bladzij. En dan gaan we dat geld sturen naar arme landen om boeken te kopen. En we gaan, zodat hun ook kunnen lezen, want hun hebben geen boeken.